We zijn los. Carnaval 2022 is begonnen. In Eindhoven is de officiële aftrap gegeven voor het feest der feesten. Als vanouds met 3 uurkes vooraf. 5, 4, 3, 2, 1. 5 is genie! Genie in Brabant, de kale aan de kant. En de boekkant is de vorige kamer dwars door het behang. De tent onderste boven, gewikt die wakker zit. Het mooiste, dat is carnaval. Verslaggever Raymond Merks, die was erbij vanmiddag bij 3 uurkes vooraf. Ja, Raymond, het zag er als vanouds weer keigezellig uit. De ontlading was natuurlijk enorm en die is ook nog enorm, want de afterparty is achter mij nog bezig. En dat die ontlading groot is, kun je natuurlijk wel voorstellen na zo'n lange periode van coronabeperkingen en lockdownmaatregelen. Het was wel een heel ander feestje, een veel kleiner feestje met maar 1/10 van het fysieke normale aantal bezoekers. Maar wel een hoop digitale bezoekers, bijvoorbeeld op de schermen achter. Dus hadden we toch contact met de mensen thuis en ik heb vandaag heel veel vooral blije gezichten gezien, opgeluchte gezichten. Vooral ook bij de mensen die als eerste bij de deur stonden. Geweldig dat we eindelijk weer mogen. Gewoon gezellig samen zijn. Gewoon lekker losgaan, lekker verstand op nul. En geweldig om hier weer bij te zijn. Ja, fantastisch. Echt zo fijn. En natuurlijk, het is een afgeslankte vorm. We hebben maar heel beperkt publiek erbij. Maar dat er publiek bij is, dat is echt zo ontzettend fijn. Carnaval is begonnen. We gaan weer aan de gang. Met de broek achterstevoren dwars door het behang. Hadden we toch een paar weken geleden niet kunnen denken. En we zijn begonnen! Het is wel een andere carnaval, maar als we allemaal het verstand erbij blijven houden, dan kan het een heel mooi feestje worden. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nou zou je wel willen. Ja, toch? We lang gewacht, maar wel kijk af. Als je iets niet verwacht, wat was toch alweer de bevrediging? Is het pas echt als je het best als je iets niet verwacht? Ja, het is begonnen. We zijn begonnen. Godzijdank. Dankjewel, hè. Dankjewel, heer. Nee, ja, we zijn begonnen en dat zonder bijna geen coronamaatregelen meer. Dat helpt natuurlijk ook wel voor dat feestje, Raymond. Ja, dat helpt zeker. Het was best wel weer eventjes wennen in het begin. Ook geen 1,5 meter, dus schouder aan schouder staan. Handen schudden, knuffelen, polonaise lopen, hossen. Het zijn beelden die we allemaal natuurlijk ontzettend lang niet meer hebben gezien. En dan is het best wel weer even wennen. Het wordt wel een heel ander carnaval dan we gewend zijn, hoor. Zonder grote optochten, die zijn er bijna niet. Zonder grote evenementen. Het wordt veel kleinschaliger, veel intiemer, veel meer in de kroegen. Maar ik denk dat de meeste Brabanders al lang blij zijn dat er iets kan. Het zit echt in de DNA van alle Brabanders natuurlijk. Hier achter mij gaat de afterparty nog wel even door en misschien duiken ze nog wel de kroeg in. Eén ding is zeker, Brabantse nachten zijn weer lang. Raymond Merks vanuit Eindhoven, dankjewel. Ja, 2 jaar hebben we erop moeten wachten op carnaval. En dus werd er niet alleen in de kroegen vandaag al gevierd, maar ook op andere plekken. Nee! 3 uurkes is natuurlijk dé aftrap van carnaval. Maar sommigen begonnen vanmorgen vroeg al. Zo op deze basisschool in Oud-Gastel. Het gaat beginnen? Ja, gelukkig wel. 2 jaar op moeten wachten en kinderen staan er klaar voor. Je kunt zien, we zijn enthousiast en we zijn blij dat het weer mag. Hoe leuk is dit? Ja, geweldig. Dit is geweldig. Hier doen we het voor, toch? En hoe je iedereen dan in de juiste carnavalstemming moet krijgen is niet zo moeilijk volgens deze jeugdprinses. Mensen gewoon heel gelukkig maken en dicht bij elkaar brengen. En ja, dan maakt eigenlijk carnaval ook superleuk. Ja. En ook in Breda ging het al vroeg los vanmiddag. En zo te zien is iedereen er na 2 jaar dan ook echt aan toe. We zijn eigenlijk een keer weer een beetje los of leuk. We hebben zo lang in de kluis geleefd. Ja, heerlijk toch? We zijn echte Brabanders. Dus. Je bent er zo weer aan gewend als alles weer mag. Ja. Hè? Dus dat is het leuke ervan. Dan gaat het gewone leven heerlijk weer beginnen. En de komende dagen gaat het overal los. Lekker hossen tussen de andere feestvierders. En dat zonder coronaregels. Veel mensen die kijken daarnaar uit. Maar een flink deel blijft nog liever thuis. Ik ben een beetje huiverig.
Voor de corona en dergelijke, ja. Wij doen vanuit ons huis kijken wij naar de carnaval. Dat is inderdaad de vraag. Voelt u zich prettig bij een volle kroeg al? Nee, dat doe ik niet. En zo denken er meer mensen over, blijkt uit onze poll op omroepbrabant.nl. Wij vroegen jullie, stort jij je met carnaval in het feestgedruis? 13% van de stemmers geeft aan geen enkele moeite te hebben met in een volle kroeg staan. Gewoon lekker feesten, lekker luchten en een goed biertje erbij, hè? Dat helpt, hè. Een deel van de mensen gaat wel carnaval vieren, maar zal grote drukte vermijden. Maar het overgrote deel, ruim 3/4 van de stemmers, zegt er nog niet aan toe te zijn om in een grote mensenmassa te feesten. Ja, ik ben echt, hè. Corona. Daar voelt zich toch nog niet goed bij? Nee, niet echt. Allemaal kort bij elkaar. En tot gisteren moesten we 1,5 meter afstand houden. Dat is toch onbegrijpelijk. Dus wat dat betreft is die overgang naar carnaval ook wel heel erg groot. Omdat je dan en heel veel drukte hebt en ook nog eens minder maatregelen. En dan is dat ook wel echt wel weer wennen voor de mensen. Dus dat levert stress en spanning op voor sommige mensen. We gaan het ook niet zo volop doen als anders. We beginnen gewoon rustig aan en dicht bij huis. Het is in één keer koud, gaan we nu carnaval vieren. Dat vind ik al heel apart. En ik denk er niet over na. Ik heb al 2 jaar gewacht. Ik wil echt wel los.